Beste mensen, er is te veel oorlogspraat tegenwoordig. En het is natuurlijk allemaal een grote scam. Dus ik heb een paar relevante wereldleiders maar eens eventjes op het matje geroepen om eens even orde op zaken te stellen, natuurlijk. En ik wil jullie eigenlijk gelijk even een rondje voorstellen, aangezien wij natuurlijk niet zo veel te vaak tv kijken. Hè? Misschien herken je ze niet, maar rechts van mij, mensen, is het Xi Jinping. Jawel, jawel. En daaronder de heer Poetin en onder mij dan de heer Biden, mensen. En nou, nogmaals heren, welkom. We willen even namens het volk iets duidelijk maken. Ja, nou dat is allemaal de schuld van Vladimir. Wat loer je nou slap, jongen? Ik zeg altijd, dat zeg ik de hele tijd, Chris. Jongens, wacht even, begint het gezeur nu al? Ik bedoel, ik probeer gewoon een normaal gesprek op te starten, jongens. Wel, dat is ook de schuld van Xi Jinping, man. Die Chinezen hebben geen ziel. Luister, Joe. Even één ding. Jij draagt wederom niet echt bij aan een soort van constructief gesprek, kerel. Ik weet niet, heb jij een verborgen agenda of zo? Waarom ben je zulke ruzie aan het zoeken elke keer? Pas, inderdaad. Het begint een beetje vervelend te worden, Joe. Ik vind Joe al 2 jaar bijzonder vervelend. Pas, dus hoe is het met die laptop van je zoon? That's Russian fake news, Vlad. Huh? Mijn zoon heeft geen laptop. Dat is niet waar, Joe. Hij heeft ook allerlei shitty deals in de Oekraïne, die man. That's Chinese staatstelevision, man. Jullie verspreiden fake news. Jongens, jongens. Wie is hier nou de snackbar, ja? Ik ben hier de fake news verspreider, toch? Ah, cut the crap. Deze gasten lullen allemaal uit de nek. Jullie zijn allemaal rechtsextremisten. Wie is hier nou de Nazi, Joe? Wij zijn de Verenigde Naties, Vladimir. Shut up. Dames, ik ga nu even ingrijpen, serieus. Dit gaat helemaal nergens meer over. De wereld is jullie machtspelletjes beu, heren. We weten allemaal dat jullie achter de schermen dikke vrienden zijn. Dus stop met deze poppenkast, alsjeblieft, hè. Joe is niet mijn vriend, hè. Joe is niet mijn vriend. Da, flikker op, Joe. Er valt niet met deze mensen te praten. Jongens, zo steven wij af op een wereldoorlog, denk ik. War? Oorlog? Wie heeft het over oorlog? Wij brengen overal vrede over de wereld, hè? Tja, een democratie zeker. Jongens, laten we nou een gesprek beginnen in plaats van een ruzie maken. Ja, ik bedoel, om te beginnen met Joe dan. Ja, we beginnen met Joe. Waarom heb je nou eigenlijk overal wereldwijd legerbasissen gebouwd en biolabs en zo? Dat is fake news. Fake news. Joe, we kunnen niet blijven vertellen dat alles fake news is, toch? It's gaslighting, man. It's slut-shaming, man. Geef het een naam. Dat is Amerikaanse staatspropaganda. Hou je bek, Xi. Of wil je een atoombom op of zo, poep Chinees? Tyfus Yank. Wiens idee was dit? Ah, fuck it. Nuke hem. Wacht even, jongens. Wacht even. Er wil iemand bij, volgens mij. 1 seconde. Voor mij is het Klaus. Klaus is mijn vriend. Klaus Schwab is mijn vriend, hè. Klaus Schwab is mijn mattie. Klaus is mijn beste vriend. Ik weet het niet. Klaus. Even kijken, hoor. Hallo? Wie zijn dit? Oh nee, niet weer. Ah jongens, stelletje sabotagers. Wait for it, man. You just wait, man. I'll see you outside at the parking parkeerplaats, ja? Fucking Xi. Putin. Fuck off, Putin. Ach, houd toch op, man. Flikker toch op, man. Nou, je ziet het, mensen. Dit schiet voor geen meter op. Ik ga nog wel eventjes verder babbelen met deze opvliegende typjes. Maar het mag duidelijk zijn. Als het aan onze wereldleiders ligt, gaan we lekker met z'n allen atoombommen gooien. En wereldverhongering veroorzaken en weet ik veel wat. Alle mensen opsluiten, lockdowns, virussen. Volgens mij zitten ze inderdaad allemaal bij Klaus Schwab in zijn zak, of niet, heren? Nou ja, het zal wel. Ik vind het wel even mooi geweest. Ik heb alweer genoeg ruzie gezien van vandaag. Stel dat die kleine kinderen er zijn, hè? De mazzel, heren. Flapbrollen.